Deze week staan we bij de platenkast van iemand die de nederpop blijvend heeft bepaald. Toen Herman Brood nog heel braaf is in QB and the Blizzard zat, was hij met zijn band The Outsiders al de rock'n'roll held van Nederland, Wally Tanks. Oh. Ja. Draai jij zelf nou nog veel muziek uit de 60's? Ook wel hoor, maar het gaat ook veel verder terug. Maar ik ben niet erg modern, als je dat bedoelt. Ik vind dat het meeste wat op dit moment gemaakt wordt, dat zou ik niet kopen. Als we hier eens een echte lijfplaat uithalen, een plaat die jouw leven heeft veranderd of beïnvloed. Oh, ja, dat zou ik niet zozeer durven beweren dat er ook maar iets is wat mijn leven veel beïnvloed heeft. Hoewel ik was natuurlijk, ik ben blij dat ik weer wat heb van The King, maar hè, Elvis Presley. Nou, Jacques Brel was altijd erg belangrijk voor me, maar de belangrijkste voor mij is Tim Hardin. Dat vind ik de componist van deze eeuw. Dit is Live in Concert. Naar mijn idee wel, het beste Live in Concert album wat ik heb. Wat spreekt jou zo in hem aan, Tim Hardin? Nou, ik vind zijn teksten prachtig en ik deel zijn melancholie ook. Bovendien was heel gek. Toen we elkaar ontmoetten, herkenden we iets in elkaar. We waren natuurlijk ook allebei zwaar aan de doop. Maar dat was niet het enige, nee. En hij vond mijn muziek ook leuk. Je hebt ooit een plaat gemaakt onder de naam Tax Free. Die klopt. In Amerika heeft hij heel veel gedaan. En nou, heel veel is overdreven, maar hij heeft een Grammy gehad. Maar ik wist helemaal niet wat het was. Dus toen mijn toenmalige Amerikaanse manager, die belde in tranen op. Jullie hebben een Grammy. Toen dacht ik dat er iets met zijn grootmoeder was. Weet je wel. Hebben er vijf uitgehaald, een beetje in samenwerking? Ja. Dit noemde jij dus. Als eerste, Siempre Machine. Ja, voor altijd Machine. Wat hij gedaan heeft, dat is waar Perry Como It's Impossible van gemaakt heeft. Wat ik slecht vind, maar dat heet Somos Novios. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Nou, Scott Walker, ik vond de Walker Brothers ook altijd fantastisch. Het is niet zo bekend, dit Scott Solo. Hij moet altijd die twee broers, zogenaamde broers erbij hebben om hits te maken. Jullie hebben allebei dat mooie laag in je stem. Ja, ik kan lager dan hij. Ja? Ja. Heel goed. Maar hij kan hoger dan ik. Ja. Dit is mijn leven. Johnny Jordaan. Ja, de keizer van het leven, het lied, hè? Aan de voet van die mooie Nou, in dezelfde goede traditie vind ik heel gek de dijk ook voortgaan, hè? Die heb ik er ook tussen staan. De dijk, ik zag hem net voorbij schuiven. Naast Ramses moet hij staan. Veel moderner natuurlijk dan Johnny Jordaan, maar net zo integer, ja. Jij bent niet alleen fan van de dijk, maar de dijk is het ook voor jou, zie ik hier. Ja, dat klopt. Met dank voor alle inspiratie, toen en nog steeds, Huppie. Nellino. Nellino, wat is dat nou? Een Italiaanse blinde zanger. Wat heb jij met Italië? Niks speciaals. Ik vind eten lekker, ik spreek de taal niet. Maar ik kan wel heel goed bestellen in restaurants. Niks, ik vind Italiaans mooi. Net zoals Machine. Ik laat me de teksten dus ook altijd uitleggen door mensen die de taal machtig zijn. Ik heb hier een cd-bom. Wat denk je dat je ervoor gaat kopen? Wat er aan ontbreekt aan mijn collectie, dat is zo verschrikkelijk veel. Ik heb niks live van Ray Charles. Ik heb alleen studio-opnames. Ik zou. Er bestaat wel wat. En wat ik heel graag zou willen hebben, maar dan moet ik dit aanzienlijk aanvullen, daar ben ik bang voor, is Live at the Copa van Sam Cooke. Misschien komt dat ooit. Dit was de platenkast van Wally Tax. Een echte platenkast zonder cd's. Wat we volgende week aantreffen, zien we dan wel weer. Onder het motto, laat mij zien wat uw platenkast is en ik vertel u wat u bent.